Zij komen hier als eerste op. Nu moet het voor de vrouwen gaan gebeuren. Zowel de Nederlandse vrouwen als de Nederlandse mannen staan in de finale van de 4x400 meter. Ja, de naam zegt het al. Daarbij rennen vier atleten allemaal 400 meter. Na hun beurt geven ze een stokje door. Estafette heet het. Nederland op bronzen positie. Bij de mannen maken België en Amerika er een super spannende race van. België toch, ja! Ha, ha. Daarachter eindigt Nederland als derde. Nederland pakt de bronzen medaille. Bij de vrouwen gaat Nederland voor goud. Zeker met superster Femke Bol in het team zijn ze topfavoriet. Vorig jaar ging het nog enorm mis tijdens dezelfde race. Toen vlak voor de finish dit gebeurde. Femke Bol, hou stand op die laatste meter. Oh, nee! Nu zit precies diezelfde Amerikaanse atlete weer achter haar. Het verschil is nu klein, hoor. Maar deze keer loopt het goed af. Nederland wereld indoorkampioen op een 4x400 meter. Ik heb geleerd van mijn fouten in Budapest. Ik had dezelfde persoon achter me, dus ik ga niet weer als een gek weg, terwijl het niet eens nodig is. We gaan hier voor de winst en dat is gelukt. Dat is het belangrijkste.